Leila, fantastisch dat je hier staat, want we zien je ook levensgroot op deze banner. En ik zie een prachtige term. Ik kan nu een brief schrijven. Wat zal je daar enorm trots op zijn? Ik ben heel erg trots dat ik weer naar school ben gegaan. En ik waar ben je naar school gegaan? Bij Hondriaan. Al 6 jaar. Ja. En hoe is de begeleiding daar geweest? Hartstikke top. Ja, ik had er wel in het begin heel veel moeite mee, maar ik ben wel blij dat ik het door heb gezet. Voor degene die het niet snappen, waar had je precies moeite mee? Ik had eerlijk gezegd bijna met alles. Met lezen, begrijpen lezen. Ja, je hebt denk ik ook bij de bibliotheek op Welzijn Rijswijk ook nog wat. Doe je nu ook wat, hè? Ja, daar sta ik ook met deze poster. Hè? Want we werken dan met z'n allen. Omdat er zoveel Nederlanders zijn die daar moeite mee hebben met lezen, schrijven, rekenen ook. Dat hoort er allemaal bij. Dus ja. Want hoeveel jaar heb je niet kunnen lezen of schrijven? Bij mij begon het al op de lagere school. Dus het is 40 jaar ongeveer. Mag ik zeggen dat je je dan ook wel eens doodongelukkig hebt gevonden? Ja. Nou, het is in principe heel erg eenzaam. Je sluit je eigenlijk een beetje van de buitenwereld af. Ja. Is het dan ook zoiets van andere mensen, jullie moeten dit tijdig zien te voorkomen en ga op actie uit? Ja, ook. Ja, en algemeen, je verbergt het ook, hè? En je blijft heel veel thuis. Zodat je wil dat niemand erachter komt. Dus. Maar je leest nu zelf voor ook. Maar nu lees ik voor aan mijn kleinkinderen, dus ik ben hartstikke blij. Er gaat echt een deur voor je open. Dus ik zou zeggen, ik raad het iedereen aan. Ik zie de opluchting in je gezicht in ieder geval. Maar bij deze een oproep. Mooi dit verhaal, hè? Zeker weten. En ik wil eigenlijk iedereen in Rijswijk en ver daarbuiten zeggen, als je nou net als Leila denkt, oh, ik vind het ook moeilijk om te lezen en schrijven, of rekenen, of digitale vaardigheden, er is echt een oplossing voor. Dus als je een cursus wil volgen, je kan naar ikwilleren.nl, dat is van de Stichting Lezen en Schrijven, daar kan je van alles invullen. En je kan ook bellen met een landelijk nummer, 0900 0234 444. En echt doen, hè, want er is echt een cursus voor jou. En dan sta je misschien wel een keer net als Leila op een markt te vertellen hoe het is om weer te kunnen lezen en schrijven. Doen, hè.